Goedenavond allemaal. Wat fijn dat u kijkt. Live vanuit de Concertzaal Tilburg is dit de Young Classical Talent Award 2021. Normaal wordt deze avond groots gevierd, al 3 jaar op een rij. Dat is een bruisende avond met veel deelnemers in een uitverkochte zaal. Maar door de pandemie zijn we dit jaar genoodzaakt tot een meer ingetogen versie zonder publiek. Ondanks de beperkingen gaan we er een ongelooflijk feest van maken en hopelijk u op afstand ook. Mijn naam is Jasper van Rosmalen en ik presenteer deze avond een bijzondere editie dit jaar. Ik zei het net al, niet alleen vanwege de pandemie, maar ook omdat we deze editie willen opdragen aan een heel bijzonder persoon, namelijk Jacques de Leeuw, die in maart van dit jaar overleed. Jacques was een groot ondernemer en een mecenas in hart en nieren. En wij danken hem en zijn stichting voor de financiële ondersteuning van talloze culturele projecten in Tilburg, waaronder de Young Classical Talent Award. Wij zijn hem als stad Tilburg veel dank verschuldigd en eren hem om wie hij was en wensen zijn familie en naasten heel veel sterkte toe. De Young Classical Talent Award heeft tot doel om jonge, klassieke, talentvolle Tilburgse scholieren een podium te geven en zich te kunnen presenteren met een professioneel orkest. En wat voor een orkest? U ziet ze hier al achter me glimmen. Veelzijdig, jong, dynamische club, geroemd om hun verrassende muzikale samenwerking. En het huisorkest ook van deze prachtige zaal. En ze hebben een speciale rol vanavond, want ze zullen ook het applaudisserende publiek zijn. Klap alsjeblieft voor jullie zelf. Hier is Camerata Zuid. Ja, en wat is een orkest zonder dirigent? U ziet hem hier al op het podium. Bekend van Tilburg tot Buenos Aires en winnaar van de Brabant Cultuurprijs Publieksprijs 2018. Hier is dirigent Frank Adams. Nou, en om zoveel talent goed te kunnen beoordelen, hebben we ook dit jaar weer een zeer kundige jury weten samen te stellen. En dan begin ik met de juryvoorzitter. Voor de tweede maal is een dirigent van naam, Etienne Siebens is dat. Een wereldberoemde dirigent, dirigeerde in vele zalen over de hele wereld, onder andere met Residentieorkest, Rotterdams Philharmonisch, Brabants Orkest, Radio Philharmonisch, net Nederlands Kamerkoor. Vaste gast bij Asco Schoenberg Ensemble en hoofdvakdocent hier aan de Fontes Academie. Uw applaus voor Etienne Siebens. En het doet mij bijzonder deugd om het volgende jurylid te mogen introduceren. Wie kent zijn hits niet als Brabant en Tranen gelachen en Toen ik je zag? Allemaal mede door hem gecomponeerd, heb ik het natuurlijk over Jan-Willem Rozeboom. Al 25 jaar een van de meest getalenteerde pianisten die Nederland rijk is. Ook componist, producent, ik zeg wel de linker en de rechterhand van Guus Meeuwis. Een enorme Bach-fanaat en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Hij heeft er een prachtig album mee opgenomen. Onder andere een prachtig concert gegeven in deze concertzaal. Ik was erbij. Hij wilde voor zijn 40ste alle Goldberg-variaties uit het hoofd spelen. Dat heeft hij hier gedaan, een prestatie van formaat. Werkelijk geweldig. Hij heeft, om maar een beetje reclame te mogen maken, 18 en 25 april prachtige livestreams vanuit zijn eigen platform online. En we zijn trots dat hij hier vanavond is. Jan-Willem Rozeboom. En ik zal u kort vertellen hoe de avond eruit gaat zien. 4 talenten gaan zich vanavond voor u presenteren. Na ieder optreden is er een kort juryoverleg. En daarna gaat de jury in beraad over wie nou de winnaar zou moeten worden. En daarna krijgen we een heel bijzonder optreden te zien van de winnaar van vorig jaar, vorige editie, 2019. Anne Broers is dat. Daarna volgt een prijsuitreiking. We gaan snel beginnen, want er staat heel veel moois op ons te wachten. Speciaal voor deze avond heeft Omroep Tilburg prachtige filmpjes van de kandidaten gemaakt. Het eerste talent van de avond is Chris van der Plas. Ik ben Chris van der Plas, ik ben 19 jaar en ik speel piano. Nou, mijn broer die, speelt nu nog steeds ook cello. Ik had hem al een keertje horen spelen met een pianist en ik dacht van, ik wil ook samen met mijn broer kunnen spelen. Mensen zeggen altijd dat de hoeveelheid en kleuren die je kan maken op piano heel erg beperkt is. Maar dat denk ik juist helemaal niet, want hele goede pianisten die hebben de mogelijkheid om zoveel verschillende kleuren te laten klinken op piano. Ik probeer wel altijd de luisteraars
een bepaald vond emotioneren of met een heel fijn gevoel te geven zodat, als ze naar me luisteren. Dat is wel altijd iets waar ik heel erg naar streef. U gaat luisteren naar Camerata Zuid met Chris van der Plas op de vleugel. En hij zal spelen voor u het eerste deel van het tweede pianoconcert van Dmitri Shostakovich.
Fantastisch, Chris. Mag ik je uitnodigen om bij me te komen staan? Op afstand. Daarvoor heb ik deze iets wat gek uitziende microfoon. Maar dan kunnen we toch een beetje met elkaar praten. Ik hoop dat het zo lukt. Hoe gaat het? Ja, goed. Maar ik zit natuurlijk nog wel een beetje vol met de spanning natuurlijk. Van dat ik net dit prachtige pianoconcert heb gespeeld. Ja, absoluut. Tijdens het spelen, ik heb de beelden achter gezien. Maar je was een hele coole kikker. Volgens mij deed dat je niks, maar je zit dus vol adrenaline nu. Ik zit wel echt vol met adrenaline. Ondanks het feit dat het misschien niet zo uitzag. Ik zit helemaal strak gewoon. Nou, je hebt fantastisch gespeeld. Ik ben erg onder de indruk. Ik ben ook heel benieuwd wat de jury over jouw prachtige spel te vertellen heeft. Mag ik het woord geven aan Etienne Siebens? Gefeliciteerd, Chris. Prachtig, prachtig gedaan. Wat ik zo waardeerde in je spel is je vlijmscherpe ritmiek ook. Die was heel carré, vierkant, scherp zoals het moet. Ook met het nodige sarcasme. En de ironie wat men van Shostakovich mag verwachten. Maar leuk is ook dat je in de lyrische passage die er was, dat je die lyrische passage heel mooi en poëtisch weet te vertolken. Ik ben heel enthousiast. Gefeliciteerd. Heel fijn om te horen, dankjewel. Fantastisch. Nou, ik dank je voor je optreden vanavond. Het is wachten geblazen nu. Dus als jij wil uitrusten en wat met je adrenaline wil gaan doen achter, dan gaan wij naar de volgende kandidaat. Is goed. Oké, dank je wel, Chris. Het volgende talent wat voor u op zal gaan treden is Eva Reinen. En Omroep Tilburg maakte weer een prachtig filmpje. Ik ben Eva Reinen en ik ben 16 jaar en ik speel piano. We hadden altijd al een piano thuis en ik vond het leuk om daar als kind op te spelen. Papa en mama stimuleerden het ook om een muziekinstrument te spelen. Ik vond het heel erg leuk, die pianolessen, dus ik ben er altijd mee doorgegaan. Het liefst speel ik rustige liedjes. Die vind ik leuk, maar ik heb de laatste tijd ook al wat snelle liedjes. En die vind ik ook wel leuk. Het is vooral iets wat ik gewoon als hobby, waar ik van geniet, als ik gewoon even ontspannen wil. Ik denk omdat ik een heel mooi stuk speel met gevoel. En het is dan misschien niet technisch een super moeilijk stuk, maar het gaat er juist om dat je het heel mooi brengt en ik denk dat ik dat wel kan doen. U gaat luisteren naar hetzelfde tweede pianoconcert van Dmitri Shostakovich, maar nu het tweede deel, uitgevoerd door Eva Reinen en Camerata Zuid.
Eva. Wat heb ik genoten? Ja, ik sta achter mee te kijken naar de beelden en dan zie je heel prachtig jouw gezicht. Dat zien de mensen thuis ook. Maar ja, het was alsof je zweefde achter die piano, helemaal erin opging. Wat prachtig om te zien. Dankjewel. Hoe ging het? Ik vond het wel goed gaan. Je vond het wel goed gaan? Nou, ik vond het ook wel heel erg goed gaan. Het klonk fantastisch en het zag er prachtig uit ook. Ik ben ook heel benieuwd wat onze professionele jury van jouw prachtige spel te zeggen heeft. Ja. Jan-Wim Rozenboom, mag ik jou vragen? Ja. Nou, Eva, gefeliciteerd met dit mooie optreden. Ja, het was echt een hele mooie sfeer creëerde je hier in deze zaal. Wat ik opgeschreven heb, heel lyrisch hoe je speelde. Volgens mij sowieso complimenten met de keuze van het stuk, want het is natuurlijk een geweldig mooi langzaam deel. Volgens mij vind je het zelf ook erg mooi. Dat kon je goed horen, vind ik. Hele mooie cadans vond ik erin zitten. En ook een hele mooie muzikale frasering die heel logisch toewerkte naar de kleine ritenuto's die je maakte en dan weer in een mooie cadans weer verder ging. En toonvorming ook echt mooi hoe je dat deed op de mooie vleugel hier. Dankjewel. Prachtig. Ja, dankjewel. Wat een mooi commentaar. Gefeliciteerd. Ik zou zeggen, rust uit en geniet van deze prachtige prestatie. En dan zien we je straks terug. Dankjewel. Ja. Dat was Eva Reijnen. We gaan door naar het volgende talent en dat is Adna Alagic. Nou, ik ben Adna, ik ben 16 jaar en ik speel piano. Ik heb 9 jaar viool gespeeld en toen ik zo'n 12 was, kwam die interesse naar boven om nieuwe instrumenten te onderzoeken. En ik zag ook heel vaak pianostukjes op internet, op Instagram. En dat sprak me ook aan van wauw, ik vind het echt mooi en ik vind het cool om zoiets te kunnen. Ja, voor nu is het wel een hobby, maar het is wel echt een beetje een verre droom om van muziek mijn carrière te maken. Maar ik weet niet of het dan specifiek piano zal zijn of viool of misschien iets anders, maar ik sta er in ieder geval wel open voor. Ja, ik vind het een unieke kans en ik vind het gewoon echt een hele leuke ervaring. En ik hoef niet eens per se te winnen, het gaat me gewoon puur om de ervaring. En wie weet leer ik mensen kennen en het is gewoon leuk, waarom niet? U gaat luisteren naar Adna Alagic, 16 jaar. En zij gaat voor u spelen de Nuvole Bianche, wat zoveel betekent als witte wolken, van de componist Ludovico Einaudi.
goed. Dag Anna, mag ik je uitnodigen om bij mij te komen? Geweldig, gefeliciteerd. Sprak ik je naam nou goed uit net? Ja, ja? Gelukkig, perfect. Gelukkig ja. Maar gelukkig. Ik zag ze helemaal, die witte wolken. Ik stond achter helemaal weg te dromen en zo. Fantastisch. Ja. En nou las ik over jou dat je ook nog prachtig viool kunt spelen. Ja, ik heb 9 jaar viool gespeeld. 9 jaar viool. Ja. En ben je ermee gestopt? Of ja, ik heb het een tijdje tegelijk gedaan. En toen heb ik toch gekozen voor piano. Omdat ik het toch, ja, het lag me meer. Dus, ja. Nou, jammer, want het is een talent verloren als je net zo prachtig viool speelt. Ja, als, ik ben het niet vergeten hoor. Je bent het niet vergeten? Nee, oké, goed. Nou, je kunt altijd terug. Ja. Ik ben heel benieuwd wat de jury over je prachtige spel te zeggen heeft. Etienne, mag ik... Etienne. Ja, mag ik daarvoor, Adna. Ik was vanmiddag op de repetities ook en volgens mij voel jij je nu vanavond als een vis in het water. Het klonk allemaal heel natuurlijk en je weet de sfeer van de muziek van Einaudi heel goed te vatten. Je voelt de romantieke, dromige sfeer en ook vaak het breekbare geluid ook. Heel goed gedaan. Alsjeblieft. Goed. Dank je, Anna. Fantastisch. Dan mag je muziek meenemen. Dat was Adna Alagic. We gaan naar de laatste, het laatste talent alweer. Dat is ongelooflijk, de tijd vliegt. Het vierde talent van vanavond, dat is Maaike van Stralen. Omroep Tilburg maakt weer een prachtig videoportret van haar. Nou, ik ben Maaike, ik ben nu 17 jaar en ik speel piano. Nou, eigenlijk mijn opa en oma hadden altijd deze piano thuis staan. En om wat ruimte te creëren in hun keuken dachten ze van... Ja, die piano moet eigenlijk weg. En toen, toen boden ze dat aan aan mijn moeder en nu hebben wij een piano thuis. Dus eerst had ik altijd thuis les, maar op een gegeven moment, denk na 4 of 5 jaar, ben ik naar Factorium gegaan. En ja, daar heb je dan ook wel meer mogelijkheden om met anderen te spelen en om op te treden en zo. Ik speel klassiek, maar ook heel veel moderne muziek en popmuziek. En echt alles wat je kan bedenken eigenlijk. Ik vind natuurlijk, ja... Wel mooi hoe je dan je eigen klank eigenlijk kan omzetten in muziek. En ik vind het ook wel leuk als ik zeg maar iets dat ik ken, als ik dat dan na kan spelen op de piano. U gaat luisteren naar Camerata Zuid met Maaike van Stralen. En zij gaan voor u spelen het tweede deel uit het 23e pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart.
Bravo. Nice, mooi. Maaike, wat fantastisch. Mag ik vragen of je eventjes bij mij komt staan? Ja. Pas de afstand. Hi. Hoe ging het? Ja, goed. Het was echt heel gaaf om te spelen. Ja? Ja, was het de eerste keer met zo'n prachtig orkest? Ja, het was de eerste keer dat ik met een orkest heb gespeeld. Ja, met zoveel strijkers. Lekker is dat, hè? Ja, zeker. Voelde je gedragen door al die muzikanten achter je? Ja, precies. Dat was echt een heel gaaf ervaring. En was het op deze vleugel? Want ik zag in een filmpje dat jij een prachtig felgroene piano thuis hebt van je opa en oma. Ja, klopt. Dat is natuurlijk ook heel cool. Ja, zeker. Maar dit geeft natuurlijk ook een heel mooi geluid. En helemaal in zo'n grote zaal. Ja, het is misschien nog mooier voor Mozart. En wat je ook mooi vindt, las ik Abba en Queen en zo. Dat is die andere piano dan misschien meer geschikt voor. Ik ben heel benieuwd wat de jury te vertellen heeft over jouw prachtige spel. Ja. Jan-Willem Rozenboom. Maaike, van harte gefeliciteerd met dit mooie optreden. Ja, dit is natuurlijk een geweldig deel, dit langzame deel van Mozart. Hele mooie sfeer heb je ook neergezet. En dat begin is, je moet alleen beginnen. Weet je, normaal heb je natuurlijk een introductie van het orkest eigenlijk meestal. Mozart kiest hier voor een pianobegin. Dat is natuurlijk best tricky, want dan, jij bepaalt het nu. Maar dan is het moeilijk om zo'n mooi rustig tempo neer te zetten. En dat heb je heel mooi gedaan, vind ik. En dus daardoor ontstond er ook een mooie sfeer met orkest erbij. En wat me ook opviel, mooie lange lijnen in de melodie die je neerzette. En het touché, de klank die je uit deze mooie vleugel haalt. Dat lijkt dan misschien makkelijk, maar dat is niet makkelijk. En dat heb je heel goed gedaan. Gefeliciteerd. Dank je wel. Fantastisch. Voor jou zit het erop, een moment aangebroken dat je even mag bijkomen. En gelukkig hoef je maar kort te wachten, want we weten heel snel wie de winnaar is van vanavond. Okay. Maar dank je wel voor nu en van je prachtige spel. Ja, jullie ook bedankt. Gefeliciteerd. Je mag nog klappen hoor, Maaike van Stralen. Kijk, wij wachten netjes hoor. Ja. Heeft de jury nu de ontzettend moeilijke taak om te bepalen wie van deze vier talenten de Young Classical Talent Awards 2021 krijgt. Ondertussen ga ik naar een heel bijzonder iemand die hier in de zaal zit. En dat is namelijk Anne Broers. En Anne Broers, ik probeer u te volgen op camera, ik weet niet of u mij kunt volgen. Anne Broers is de winnaar van de Young Classical Talent Award 2019. En ik ben heel blij dat ze hier is. Jeetje, je bent nog langer geworden dan op de repetitie. Dat is, ik kom er niet mee weg. Dag Anne, wat fijn dat je er bent. Hi. Ja, hoe gaat het met je? Nou goed, beetje zenuwachtig. Beetje zenuwachtig, ja. Mm-hmm. Want als jij als aanstormend talent en beroemde Tilburgse operazangeres, dat moeten moeilijke tijden voor je zijn natuurlijk, nu de concertzalen allemaal dicht zijn. Ja, daar heb ik wel last van, vind ik wel jammer. Maar het feit dat dit nu kan, vind ik gewoon superleuk. Het is bijzonder, hè? Ja. Ja, geweldig. Hey, en ik vroeg me af, hoe was het nou om die award te winnen in 2019? Hoe kijk je daarop terug? Ik weet nog precies hoe ik mezelf voelde. En ik was zo gespannen. En op het moment dat ik mijn naam hoorde, ik had nooit verwacht dat het mijn naam zou zijn. Dus ik dacht, oh, dat ben ik. En ja, toen was ik aan de beurt. Dus ik zag het helemaal niet aankomen. Ik vond het zo leuk. Yeah. En ik zag het helemaal niet als een competitie. Want ik had gewoon ontzettend veel lol met iedereen achter. En, mooi om dat te horen. Hey, en wat heeft het voor je betekend daarna? Je hebt een prijs gekregen, maar mm-hmm. Er was ook nog een masterclass aan die prijs verbonden. Ja, ik heb een masterclass gehad van Francis van Broekhuizen. Doe maar. En dat was super gezellig. Dat was echt heel erg leuk. Ja, yeah, veel geleerd. Ja, zeker. Yeah. Zeker. En ja, het is gewoon een super tof mens. Ja. En ik zou het zo nog een keer overdoen. Ja, ja. En je zou het nog een keertje overdoen, maar je gaat het ook nog een keertje overdoen volgens mij. Want je gaat ons verblijden met een prachtig optreden zometeen. Weer een keer met Camerata Zuid. Ja. Dat is ook wel een cadeautje, toch? Zeker, ja, voor zeker. Ons, maar ook voor jou. Om met z'n wat ga je voor ons zingen zometeen? Ik ga voor je keer sapete doen van Mozart. Mozart, oké. Okay. Mag ik jou dan vragen of je klaar wil gaan maken? En dan kondig ik je nog officieel aan. En dank je wel dat je hier bent. Oké, okay, top. Ja. U gaat luisteren, zoals u net al hoorde, naar Voyke Sapete, een aria uit Le Nozze di Figaro van Mozart.
En dat wordt gezongen door de winnaar van 2 jaar geleden, Young Classical Talent Award 2019, Ander Broers. Hier zijn Ander Broers en Camerata Zuid. Dankjewel, Anne, dat je hier was en terechte winnaar destijds. We hebben genoten. Dankjewel dat je hier nog wilde zijn. Dankjewel. Anne Broers. Ja, en dan zijn we toch wel op een heel bijzonder moment aangekomen. Een spannend moment ook, waar het eigenlijk vanavond allemaal om ging. En dat is de prijsuitreiking. Spannend, ik heb de gezichten net achter gezien, allemaal gespannen toetjes in afwachting. En goed om te vertellen, denk ik, is dat er 2 prijzen te vergeven zijn vanavond. En dat is de Artfact Aanmoedigingsprijs en de Young Classical Talent Awards 2021. En die prijs betreft niet alleen een beeldje, maar ook een masterclass in de betreffende discipline, in dit geval piano. Ik denk dat het tijd wordt om de talenten nog 1 keer aan u voor te stellen en ze naar voren te halen. Dus uw applaus alsjeblieft voor Chris van der Plas, Eva Reijnen, Adna Alagic en Maaike van Stralen. Er staan allemaal stickertjes. Ik mag helemaal doorlopen naar de laatste. Zo, Chris, jij staat het dichtst erbij, dus dat is een beetje. Hoe gaat het met die adrenaline? Is het gelukt? Alles eruit? Nou, merendeel is er nu al weer ongeveer uit, hoor. Oh, is al weer uit. Oké. Tenzij je zo meteen wint, dan komt hij weer terug.
Misschien. Misschien. Oké. Ja. Hoe gaat het daar allemaal in gespannen toetjes? Nou, we gaan er snel een einde aan maken hoor. Want ik zou graag de jury uit willen nodigen om naar voren te komen. Etienne Siebens en Jan-Willem Roosboom. Mag ook voor geklapt worden. Ja. Dat loopt zo lekker. Maar af. Zo, ik begin met jou, Jan-Willem. Mag ik jou vragen, hoe vond je dat nou, jureren? Nou, dat is altijd wel bijzonder en ook wel altijd een leuke verrassing wat je voorgeschoteld krijgt door de kandidaat. En dat vond ik echt een hele prettige verrassing vanavond. Ja, zeer blij verrast door alle deelnemers. Ja. Wat goed om te horen. En zou jij ook ons willen vertellen waarom en wie? Waarom en wie? Ja, aanmoedigingsprijs. De aanmoedigingsprijs, precies. Ja, nou, daar waren we ook, sowieso waren we unaniem daarin. Ook over de aanmoedigingsprijs. Die gaat naar Eva. Amia, alvast. Fantastisch. Niet langer in spanning te houden daarover. Ik was sowieso heel erg gecharmeerd van dat tweede deel, Shostakovich, met de touché van de piano, de klank die je eruit haalde en de cadans die er ook in zat. En volgens mij kunnen we nog veel van jou verwachten, zeg maar. Ik ben ook benieuwd naar de popliedjes die je af en toe speelt. Dus, Geweldig, wat een prachtig nieuws. En volgens mij horen daar bloemen en een award bij. Die komen nu die kant op. Ja. Dat is de laatste in de rij. Fantastisch. Geweldig. Dankjewel voor je toelichting, Jan-Willem. Graag gedaan. En gefeliciteerd natuurlijk. Het moment suprême. Etienne, zou je ons willen verlossen? Ik ga het nog een beetje spannend houden. Fijn. Ja. Houden we van. Ja. Want ik denk toch dat er ook een grote pluim mag gaan naar de hele organisatie van dit concours, wat in deze tijden toch niet makkelijk is. Dus ik wil de hele organisatie feliciteren met dit initiatief in deze toch bijzondere tijden. Ook wil ik danken het orkest voor de inzet en last but not least Frank Adams uiteraard. Ik ben bevoor. Fantastisch. Maar het belang van live muziek kunnen we niet genoeg onderstrepen. En we moeten blijven vechten in deze tijden om dat blijven en blijven waar te maken om muziek live op het podium te brengen en dan liefst met publiek. Maar ik ga jullie niet langer in spanning houden. De Young Classic Talent Award van 2021 gaat naar Chris van der Plas. Hey. Fantastisch. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Geweldig. Heb je nog een toelichting? Nee. Fantastisch, Chris. Nou, daar is die weer, die adrenaline. Ja, daar is hij weer. Geweldig, gefeliciteerd. Prachtige prestatie. Dank je wel. Heel erg leuk. En fantastisch, het beeld en de masterclass. Heb je ook al een idee van wie je die masterclass zou willen? Heb je daar al over nagedacht? Heel goed zijn, ik wist niet eens dat ik een masterclass zou kunnen winnen. Nou, die krijg je cadeau. Dus, daar pak je dan nog over nagedacht. Ik krijg nu ook bloemen. Die horen er ook bij. Dankjewel. En ik durf het bijna niet te vragen, maar zou je nog een keer voor ons willen spelen? Nou, om nog een beetje die adrenaline een beetje nog recht te krijgen, dan zal ik nog even een stukje spelen. Dat is heel coulant van je. Dankjewel. Ik dank de overige talenten voor de deelname. Fantastisch. En een groot applaus voor jullie. Dank jullie wel. Die mag aan deze kant af. Chris, wak jij nog met mij? Ja. Dankjewel. En terwijl hier de concertzaal Tilburg klaargemaakt wordt voor het spettende optreden van Chris, de winnaar van de Young Classic Talent Award 2021, neem ik alvast afscheid van u thuis. Ik dank u voor het kijken en ik dank alle talenten vanavond, Kamerata Zuid en Frank Adams natuurlijk. Aan alle mensen ook die dit talent ondersteunen, ouders en docenten thuis ook, alle die kijkt.
Hopelijk zien we u als publiek snel weer live in het theater. Dat kan bijvoorbeeld al in september. Dan speelt Kamerata Zuid met Iris Hond een concert hier in de concertzaal. En daarna door het hele land. Zeer de moeite waard. En daarna hopen wij u natuurlijk ook te zien, gewoon in het echt, bij de Young Classical Talent Award 2022. U gaat nu luisteren naar de winnaar, Chris van der Plas. We kijken of alles klaar staat. Er wordt nog eventjes hoog overleg gevoerd over waar te beginnen. Terwijl dat gebeurt. Kijken we of ze klaar zijn. Goed afgesproken. Zal ik hem voor je meenemen? Ja. Houd ik hem goed bij. Ja. De bloemen zal ik ook. Het speelt lastig. Ja, dat lukt. Dankjewel. Chris van der Plas. Woehoe.